Yo, wat op gasten? 5 punten nu. Ik ga binnenkort stoppen in Banjemoeis. Het moet even onbeperkte tijd. Mocht je vragen waarom, het is gewoon even wat werk en dergelijke. De film komt er wel aan, maak je geen zorgen. Er komen ook nog nieuwe Banjemoeis, aangezien ik nog veel video's heb liggen en die online ga zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Eel Jongere Dag in de Kermis. Ja, foppie! Punt 2. Waarom maken wij geen humor meer tegenwoordig? Simpel, omdat wij niet meer de grappigste zijn op YouTube. Voor 3 jaar waren wij de grappigste op YouTube, naar mijn mening. Tegenwoordig zijn we ingehaald door 2 YouTubers. Niks aan te doen, gewoon kut. Daarom hebben wij besloten om meer amusement te gaan maken. Zoals de Banjo Show en die der video's. Niet mee eens? Kut voor je. Punt 3. Ik liet er net een rust. Punt 4. Subscribe naar dit kanaal, Daily Dutch, daar ben ik onderdeel van. En ik maak dus 1 keer per week een video voor jullie. Mocht jullie me missen, kunnen jullie daarna maar kijken. Niet mee eens? Pech voor wie? Jou. Daarnaast probeer ik wel nieuwe video's te maken op een Engels kanaal, namelijk Banjo Town. Als je niet abonneert, kom ik je opzoeken, sluit je kapot. Pech voor wie? Voor je ouders. Want die moeten het ziekenhuis betalen om jou uiteindelijk uit het gips te halen. En dan sluit ik weer af met de Potential Breakup Song. Niet mee eens? Dan heb jij pech, want je hebt nu de video afgekeken. Sorry dat ik een beetje kort afdeed, maar ik had gewoon zin om dit een keer te doen.